Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Op dit moment nog opklaringen met een paar buien boven ons land. Maar in het zuidwesten zien we al een dik pakket bewolking klaar liggen. En dat komt eraan. In de loop van de ochtend begint het in Zeeland te regenen. En die neerslag breidt zich dan langzaam uit. Maar tot die tijd, tot die neerslag er is, in het noorden nog wel ruimte voor een beetje zon. Vanochtend temperaturen van een graad of zes. Vanmiddag een graad of zeven gemiddeld. Maar er zijn wel grote verschillen. En het gaat ook flink regenen. Met name in het zuiden en oosten van het land. In het noorden is het ietsjes minder nat. In de avond kan er in Limburg. Zelfs wat natte sneeuw bij zitten. Dan gaat de temperatuur langzaam omlaag en begint het op sommige plaatsen ook al wel weer wat op te klaren, met name in het westen. Morgen een dag met wisselend bewolkt weer, een regen- of onweersbui met in het binnenland misschien ook wel natte sneeuw. Temperaturen tussen de 6 en 8 graden en een matige tot krachtige wind uit het westen. Eigenlijk redelijk normaal weer voor de tijd van het jaar, ook op donderdag, vrijdag en zaterdag, waarbij de zon af en toe schijnt, er soms een bui valt en het dus een graad of 7 is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.